Tijdens deze interlandperiode speelde PEC Zwolle woensdagmiddag een oefenwedstrijd in Heerenveen tegen SC Heerenveen. En bij PEC Zwolle verschenen Wouter Marines en Rick Dekker na een lange tijd weer in de basis. Dirk Marcellus op Sander van Looy. De jonge verdediger dribbelt in met aardig wat ruimte. Partyshek gelijk door op Israelson. Van Looy kan meenemen. De verdediger 1-op-1 met keeper Wouter van der Steen. Maar het schot van Looy gaat rakelings langs het doel van SC Heerenveen. En zo is de eerste grote kans voor PEC Zwolle. Heerenveen met Ivan Rako. Speelt de bal op Michel Flap. De nummer 10 van Heerenveen gaat de combinatie aan met Tristan Borgers. Maar het schot gaat ruim naast het doel van doelman Mickey van der Hart. En zo zijn beide teams aan elkaar gewaagd in de beginfase. Rick Dekker. Dekker met de lange bal op Younes Mokhtar. De linksbuiten van PEC Zwolle weet de bal te onderscheppen. Met wat ruimte. Probeert het van afstand. Maar Doken Smit blokt het schot van Younes Mokhtar. Smit. De bal komt bij Henk Veerman. Via Tristan Borgers bij Michel Flap. Flap op Rako. Steekt de bal gelijk door op Henk Veerman. En met een bekeken balletje zet hij SC Heerenveen op een 1-0 voorsprong. Een prachtige goal van de spits van de thuisploeg. In de tweede helft. Rick Dekker op de ingevallen Jochem van Putten. Fit Shaquille Woudstra. Shaquille Woudstra schiet vanaf de punt van de 16 meter. Maar zijn bal gaat net naast het doel van SC Heerenveen. En zo is de eerste kans in de tweede helft voor PEC Zwolle. Borgers. Borgers dribbelt in. Met het ruimte voor het schot is het de redding van Mike Houtmeijer. Maar in de rebound is het Henk Veerman die kan scoren. En zo zet de spits van SC Heerenveen met zijn tweede doelpunt van de middag de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. De laatste mogelijkheid is voor SC Heerenveen. Albanis. Albanis wordt het lastig gemaakt door Rogier Benschop. Toch Albanis. Met de bal op Anje van der Heijden. Maar de prima redding van Houtmeijer. En zo verliest PEC Zwolle met 2-0 in Heerenveen.